Krijg ik toch een telefoontje, vrienden, van een vriend van mij. En die zegt, nou Harry, ja, goed opletten op dit verhaal, hè. Goed in je opnemen. Die zegt tegen mij, Harry, hele bijzondere dag vandaag. Ja, komt maar voor. Eens in de 1000 jaar. Goed opletten, eens in de 1000 jaar. Hij zegt, als je je geboortejaar optelt bij je leeftijd, dan kom je uit op 2021. En dat is alleen vandaag en komt alleen maar eens in de 1000 jaar voor. Nou vrienden, ik heb toen zo verschrikkelijk hard in die telefoon gelachen. Die vriend van mij die heeft nog zo verschrikkelijk bloemkoolhoor van het lachen van mij. Want ik zeg, mafketel, hoe kom je nou daarbij? Dit is elk jaar zo op het eind van het jaar, laatste dag van het jaar, is iedereen jarig geweest. En dan tel je dat keurig bij elkaar op. En zeg, en dan kom je op het jaartal. Het is altijd zo geweest voor iedereen. Niks nieuws onder de zon. En dit verhaal, vrienden, dat staat symbool voor het hele afgelopen jaar. Voor het afgelopen jaar van fake nieuws. Van elkaar maar wat vertellen en mensen geloven van alles. En daar hoort dit verhaaltje ook bij. Nou, vrienden, kijk even hiernaar. Ja, gaan jullie ze kopen? Ja, druiven. Want om 12 uur vannacht hier in Spanje, dan gaan wij 12 druiven eten. Precies om 12 uur. Eigenlijk op elke klokslag, maar ja, dan gaat je misschien niet lukken. Hoeft ook niet. Om 12 uur eet je 12 druiven. En die brengen jullie dan heel veel geluk. En dat hoop ik ook, beste mensen, beste volgers. Want daar kom ik dan. Ik wens jullie gewoon een hele gezellige avond. Daar begint het mee. En daarna wens ik jullie alles wat ook maar even goed kan zijn. Ook voor jullie naasten, voor iedereen waar je van houdt. Wens ik jullie gewoon een heel gezond en een heel gelukkig nieuwjaar. En geniet ervan, jullie weten het hè, bij hoeveel haken linksaf. Jut, zeg jij ook nog even wat tegen de mensen? Ja, kom maar, zeg maar. De beste wensen en veel geluk in 2022. Kijk, hey, ook namens Jut. Dag allemaal.